Ja, die lamp gewoon. Of we 12,5 jaar bij elkaar zouden zijn, dat hebben wij nooit verwacht. We zijn begonnen als schoolvrienden in een bandje. En dan hadden we zoiets, dat is leuk. En steeds een stap voorwaarts en toen stonden we in één keer Pinkpop. Een paar cd's uit, wow, in het buitenland, wow. En toen kwamen we in één keer, hey jongens, volgend jaar bestaan jullie wel 12,5 jaar. 12,5 jaar al, fuck man. Wow, dan moet wel een feest gevierd worden. En dat hebben we dus gepoogd te organiseren. We wilden het eerst in Horst doen. Maar toen waren we aan het denken, nou, als je, Horst, dat is een Limburg, een uithoek. En of daar de gasten wel naartoe willen komen, als ze dat überhaupt kunnen vinden. Of de pers, de media het wel kan vinden en willen komen. Toen hebben we besloten om in Amerika, het dorpje naast Horst, om daar ons feest te vieren. Want daar hebben wij 12,5 jaar geleden ook onze eerste optreden gehad. En het kwam toevallig uit dat hun nu 25 jaar bestonden. Dus toen hebben we een dubbelfeest gevierd. En toen hebben we ook besloten om in Paradiso, de holy ground van alle muziek die je maar kunt bedenken in Nederland, om in de poptempel van Nederland daar ons feest te houden. En we waren heel blij verrast dat Paradiso zei, ja, oh, is goed, kom maar. En alle medewerking daar ook aan verleende. Dus we zijn trots. Feestje, het is uitverkocht, de bussen komen aan inmiddels. We hebben niet lekker gegeten. En de sambaballen van de Loco Disco Show liggen al klaar. We zijn druk bezig om Europa te veroveren. We gaan binnenkort een keer naar Zuid-Afrika in na de zomer. We weten de datum al, maar ik niet. Een nieuwe cd gaan we maken. Videoband. Ja, ik weet het niet. Ik heb een hond en een vriendin en een huurhuis en een band en ik zie wel waar het schip strandt, zou ik maar zeggen. Heb je ooit verwacht dat jullie 12,5 jaar bij elkaar zouden blijven, is de vraag. Nee. Nee, ja, een half jaar geleden of een jaar geleden, toen zat het er natuurlijk wel in. Maar toen we begonnen zijn we gewoon, we hadden de band eigenlijk al voordat we de instrumenten hadden. En we zijn gewoon begonnen, gewoon in het oefenen ook. En dan mag je een keer op echt podium spelen. Tot later Pinkpop, Werchter, Lowlands, Paradiso, et cetera. Ja, daar hadden we nooit gedacht. Maar we klagen niet, zou ik maar zeggen. Hoi, waar kom je vandaan?
Wij komen gewoon uit Amsterdam. Of ik kom uit Amsterdam. Oké. Ja. Wat verwacht je van vanavond? Ja, ik denk gewoon een lekker feestje. Een lekker feestje? Ja, okay. Met goede muziek, dus veel lol. En wat vind je zo bijzonder aan de Heideroosjes? De Heideroosjes is nou gewoon de hele eigen stijl van ze. Lekkere, goede punk. En het is Nederlands, dus eigen bodem. Een groot feest. Met veel gitaar en veel ja, gewoon feest. Veel gitaar en veel herrie. Ik heb er geen idee van. Volgens mij wordt dat wel gaaf. Nee, ik wil ze een keer horen. Nee, willen ze gewoon een keer horen. Zijn nieuwsgierig. Ja, gewoon lekker tegendraans. Daar hou ik wel van. Don't know, it's my first day here. But you see the public, everybody's going in. Looks like it'll be crazy. Goeie muziek. Lol, bier. En wat maakt de Heideroosjes een bijzondere band? De Heideroosjes. Ja. We zijn al wel lang bezig. Heel lang onafhankelijk. Van alles. Dat is een goede band, onafhankelijkheid. Dat is belangrijk. Een deel wel. Ze kunnen gewoon blijven doen wat ze zelf willen doen, zonder dat het echt opgedrongen wordt door platenmaatschappijen en dergelijks. Dat is leuk. We are from Germany. But we have no tickets. You have no tickets? No. Or maybe somebody can send it to you. Only one. Only one. Two. But if you wait, we try it. We have another 2 hours almost. Nou, een hele leuke avond. We zijn helemaal vanuit Horst naar Amsterdam gekomen. Dus dat is wel de bedoeling eigenlijk. Een live optreden, dus dat is gewoon het meest leuke om mee te maken. Ik denk dat het echt inderdaad een heel erg leuk feest wordt. En een beetje een thuiswedstrijd, ondanks dat ze natuurlijk hier zijn, maar met heel veel eigen publiek. Echt mensen die voor de Heideroosjes komen. Ik denk dat het erg leuk wordt. Ik ben niet de ouders, ik ben de ouders. Ik ben de oma. Oh, leuk hè? Geweldig. Wat komt u doen vanavond? Naar de Heideroosjes kijken. En luisteren. Vindt u het een bijzondere band? Een bijzondere groep? De Heideroosjes, hè? Bijzondere groep, zegt ze, ja. Ja. Waarom? Waarom? Omdat mijn kleinkind. Ja, ja. Hij speelt erin. Ja, hij speelt mee. Maar wat vindt u van de muziek? Nou, sommige dingen vind ik heel leuk, maar sommige is om te schieten. Ja, echt waar. Soms is het echt mooi. Ik denk dat vandaag mijn 20ste keer wordt. En wat vind je zo bijzonder aan de Heideroosjes? De sfeer die eromheen hangt. Ja, gewoon gezellig. Gezellige bandje dus. Ja. En de muziek? Ja, daar word je mee besmet. Een 50-tal keer. Zo hè. Echte fan dus. Ja, fan nummer 1. En wat vind je zo goed aan de Heideroosjes? Ik vind vooral de combinatie van punk en goede teksten, maatschappelijke teksten. Dat je bijvoorbeeld bij The Exploited, zal ik maar zeggen, fuck de police en fuck anarchy. Nou, maar de Heideroosjes die geven eigenlijk een mooie mening eraan ook. Geven een message mee. En dat vind ik zo knap eigenlijk. Nou, veel plezier vandaag. Wauw! Film Frank Schoot, Frank Schoot zien kontje. Kiek. Flik erop. En dan moet u. Oude mens, oude mens, last van de rug. Oude aan de kant. Grapje. Nou is het van oude en dadelijk is het. Gelukkig is het niet meer. Ja. Dan wil ik geen weer pakken. Dan wil je ruw van dit. Film maar eens even wie de eerste kleur is. Ik heb nooit voor. Metal forever! Metal! Forever! Cool, Frank. Gaaf, hè? Heeft Frank zelf erop geneed? Ja, waar je eerst Mam Roelofs gevraagd. Oh ja, maar Mam Roelofs had Mam Roelofs een klein beetje te laag gedaan. Dus heb ik hem een beetje hoger erop geneed. Dat was een hell of a job! Volgens mij is het niet de kern van de Jans aan. We gotta break the bloody race. Ja, dat is een duizend man. Maar dit is anders. Ach,
Dat is nog. Zo vorige week voor mij niet op de land presteren. Nu een beetje 7. Oh, ja, gewoon hier. Gewoon hier. Ah, ja. Je weet het, hier hoor. Wie? Film dit maar eens goed, want er komt zo min mogelijk voor in mijn leven. Ik zeg, dit beentje komt er 7. Hebben jullie deze pakken speciaal laten maken? Sommige onderdelen wel, maar andere hebben we gewoon uit een of andere winkel tegen een spotprijsje kunnen komen. Nou, eigenlijk hebben ze gejat, ja. Hebben ze eigenlijk, we moeten nu natuurlijk zeggen dat we ze gejat hebben. Dat is natuurlijk, dat is stoer, anders zijn we natuurlijk weer mietjes. Dus, ja. Er hoort geloof ik een stropdas bij, maar ik heb ooit met mezelf afgesproken dat ik in mijn leven geen stropdas omdoe. Behalve als ik dood ben, dan maak ik dat niet meer uit. Van waar die beslissing? Van welk omroep bent u? L1 natuurlijk, kun je dat niet horen. Oh ja, heb ik dan de fly van de week gewonnen? Nee, wel de douchekop. Ah, dat vind ik ook leuk. Mag ik dan? Mag ik dan? Bij de studio, wat in mijn streep. Dat is goed, maar mag ik het goed doen aan ons maan? Maan, de groeten en ik ben blij dat ik de taart van de L1 gewonnen heb. De douchekop. De douchekop. En het geld. Het geld erop. Wij lopen de samba. Ik ben blij dat ik geen echte jup ben. Ik moest dat iedere dag doen. Ik moet nog wel even pissen. Dat ik niet dan. Fred, heb jij eens gered? Ja, ons kan, kom hier. Dus mag ik even in beeld onze producer? Met deze jongen hebben wij de laatste, drie platen gemaakt. Watch this guy. Mean motherfucker. Hele grote jongen. Moet ik even helpen? Ja, ik ben de mond aan de palen, man. Nee. Zal maar zeggen dat... Sorry. Ben je dan? Ik zag een dikke spier net hebben opgegeven. Ja. En? Was het daar? Ik ben klaar. Nog een ei. Dat is al eigen. Gewoon Hey! Ja. Als ik nou aanzet, hoor je dat maar. Hij staat hè? Oké. Gewoon pof. Ja, gewoon aanzetten. Van, Yes.
ei neerhangen. Ik heb maakt en dan een beetje als de derde Jeske stuk geonfascineerd. Thank you.
CD. Can anybody tell me why? Thank you.
van jullie. En wij ook. Laten we meteen met allebei onze gasten beginnen. Ja, dames en heren, allereerst wil ik jullie welkom heten op ons 12,5 jubileum. Als echte semi-Zuiderse, semi-christelijke band vonden wij dat we iets aan dit kromme jaartal moesten doen. En we zijn hartstikke blij dat jullie allemaal erbij wilden zijn. Er staan er nog een paar honderd buiten. Helaas voor hun. Jullie zijn erbij en wij gaan proberen jullie een goede tijd te bezorgen. Mag ik jullie een warm applaus voor twee zeer gewaardeerde muziekvrienden? Ik lijk Henk Westbroek wel. Maar fijn, ze zijn van de Beatbusters. Ze doen het volgende nummer mee. Het heet Time is Sticking Away. Verwacht dat jullie 12,5 jaar bij elkaar zouden blijven? Nou, het is allemaal vooropgezet. Het is allemaal gepland. 12,5 jaar geleden, toen wij 15 waren en net de gitaar vast konden houden, toen zeiden wij over 12,5 jaar staan we in Paradiso. Nee, dat stond in de planning. Dat is onzin, nee. Nee, tuurlijk hadden we het niet verwacht. Het is toch altijd zo als je... Ja, we begonnen als hobby. En het is eigenlijk nog steeds een hobby. Alleen is het nu helemaal uit de klauwen gelopen, zeg maar. Maar het is gewoon nog steeds iets wat we gewoon ontzettend leuk vinden om te doen. En ik denk dat dat ook is waarom we zo lang bij elkaar blijven. Omdat we altijd, ja, altijd dat om... Ik vind het helemaal niet meer zo leuk om te doen. Dat zou je niet zeggen als de camera aanstaat. Ja, maar dat lampje brandt toch niet? Oh. Zet er eens een lampje op. Maar ja, in ieder geval, we benaderen altijd, ook met soundchecken of als we ergens zijn. Soms denken mensen echt, wat zijn dat voor kwik, kwek, kwak en nog iets erbij. Weet je, omdat we gewoon op een, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar op een...
we vinden het nog altijd leuk. En dat klinkt heel naïef, maar dat is het eigenlijk gewoon. Ja. Dat is het belangrijkste drijfveer, dat het gewoon leuk is. Ja, want ik bedoel, we hebben allemaal een opleiding gehad. Dus in die zin kunnen we ons geld ook met andere dingen verdienen als we willen. Maar, en wat is jouw beroep? Mijn beroep is eigenlijk wat jij doet. Journalistiek. Ik heb journalistiek gestudeerd. En ja, dus dat zou ik. Ik heb bij een krantstage gelopen en zo. Ik zou kunnen gaan schrijven of zo. Maar ik vind dit gewoon het leukste wat er is. En we zitten in een positie die heel weinig mensen mee mogen maken. Heel weinig mensen krijgen de kans om echt op een professioneel niveau muziek te mogen maken. En Europa rond te mogen reizen. En ja, en gewoon eigenlijk dagelijks te mogen doen wat je leuk vindt. Dus ja. Zie je jezelf als een oude man op het podium? Nou, je bedoelt eigenlijk of ik over 25 jaar dat ook nog doe? Ja, dat weet ik niet. Ik dacht altijd al, toen ik 16 was, dacht ik, als je 20 geweest bent, of 25 geweest bent, nou 25, dan is het leuke wel geweest. En dan moet je eigenlijk niet meer denken dat je jong bent en op een podium gaat staan. En nu ben ik zelf 27 en nu denk ik, maar ik kan nog wel een jaar of 10. Maar ja, ik weet niet, ik zie mezelf niet over 25 jaar nog Johnny en Anita zingen. Maar ja, je weet het niet, hè? Misschien een ander nummer. Ja, muziek maken. Ik denk dat wij alle vier, ook al gaan we misschien ooit in de toekomst wel een keer uit elkaar, ik denk wel dat we alle vier muziek blijven maken. Het is zo'n belangrijk deel van ons leven gewoon. Hey Luke. En dat, ik weet niet, dat zit erin. Het moet. Gewoon, zo simpel is het. Het moet. Heb je nog een droom die je met de Heideroosjes waar zou willen maken? Laat ik zo zeggen, als het morgen voorbij is, dan ben ik alleen maar dankbaar. Dan heb ik niet zoiets van, dit is niet gelukt of dat is niet gelukt. Maar er zijn natuurlijk altijd dromen. Als je niet meer droomt, dan kan je net goed stoppen. Want dan doe je het enkel alleen voor de poen of zo. En onze droom is, ik denk, nu zijn we heel erg bezig met Europa. Om daar voet aan de grond te krijgen. Onze plaat is door heel Europa uit. Dus ja, we proberen dat op te zetten nu. En dat lukt heel erg aardig. Het is wel weer back to basic. We spelen in Duitsland zo allemaal in die kraakpanden. En dan moet je dat publiek echt weer voor je winnen. Want die mensen die staan daar echt een beetje van, wie is u? En terwijl je in Nederland kom je een zaal binnen en de mensen weten al van oké, het wordt feest. En in het buitenland moet je dat gewoon nog wat meer bewijzen. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus, en ja, Amerika of zo, of Japan, daar zou ik ook nog wel naartoe willen. Ja. Dat zijn mooie dromen om te koesteren. Wat zeg je? Dat zijn mooie dromen om te koesteren. Ja, maar bovenal vasthouden wat we nu hebben. Dat het leuk blijft met z'n vieren. Dat vind ik het belangrijkste. Als dat niet het geval is, dan hebben we ook zo'n beetje met elkaar afgesproken van dan kappen we ermee. En ik denk ook dat mensen dat doorhebben. Ik bedoel, als Britney Spears haar danspasjes niet goed doet, of laat ik zeggen, als ze een slechte avond heeft, maar ze doet haar danspasjes toch goed, heeft het publiek een goede avond gehad. Ik denk dat wij moeten er wat meer in leggen om de mensen een goede avond te bezorgen. En als wij dat niet meer oprecht kunnen, dan denk ik dat mensen dat na één keer doorhebben. En dat ze ons eigenlijk automatisch wel de rug toekeren. Nooit aan getwijfeld om mee te kappen? Not a single moment. Not a single moment. Yeah. Dank u. Ja. Ik ben ook blij dat vandaag een aantal mensen aanwezig zijn die normaal niet komen kijken. Ik bedoel natuurlijk onze papa's en mama's. Dit is wat van ons geworden is. En ook al hebben onze papa's en mama's en jullie papa's en mama's nog zozeer hun best gedaan. Onze maatschappij is pretty fucked up. En daarover hebben wij een nummer gemaakt op onze laatste plaat. Het heet We're All Fucked Up. En de Peepusters komen nog een keertje meedoen. Stukje van de Busters. Are you ready? Ja. Oké dan. To us.
should reject. Hey! Sometimes we're late, no one gets a deal. We teach a lot of rules, which we never excel. So maybe I just should act like one of those and punch a harmless granny real hard up her nose. Let's sing a song together, 'cause we are all fucked up in a society of violence. Okay, it's better to be locked up. Maar vroeger, toen wij klein waren, zo kleiner, en ik nog iets minder buik had en iets meer haar en zo. Oh, wacht. Nu wordt het interessant. Deze keer geen blikken bier. Ik hoop niet dat hij van een travestiet is. Ruikt er eens aan. Dus ik ruik er niet aan. Nee, dat doe ik niet voor mijn vriendin. Wacht, oh, wacht. De veiligheidshelm. Dames en heren, olke bolke reben solke knolke knolke pof en nou oprotten. Kijk, zo hebben ze graag. Ik had het over een hitsingle, het was maar een bescheiden hitje, tevens ook de enige. Maar het gaat er niet om, hij heet Klapvee, het is een oudje en hij is van jullie. De bond. Uit Klasie naar Radio toe. Die kreeg een briefje. Ze mochten naar de tv toe. Met een hele bus naar de vakantie. Maar ze maakten er een gezellig dagje van. Iedereen in het nieuw en iedereen blij. Na 3 uur rijden kwamen zij al daar. Ze moesten snel gaan zitten, heel dicht op elkaar. En de regisseur die zometeen lekker dicht. Niet in de camera kijken, een klap is verplicht. Als ik zwaai met mijn papiertje, gaan de handen op elkaar. Klap, fuck! Is de reclame legt dan de mine de publiek aan. Of op de tijd, je hebt in jouw naam gefaald. Heb jij moest ook zingen, een of ander volk.
schiet. Maar ook met ons onder kunstgewind, die lukte dan niet. De race en de geen manon, maar Jan die vloog eruit. Dit is die nieuwe kreeg op dat jaar uit. Klap 2! Klap 2 van mij, handen op elkaar. 1, 2, hup, zakken, klap 2! Klap 2 van mij, handen op elkaar. Ik doe maar niet mee, ik word echt niet goed van. Het maakt mij schrijf ziek, die schandaal programma's, dat scheldt op publiek. Jan Deuken zijn moeder en Kees in de met de hond. Dat is de Simba en je fuck, dus hou gewoon je mond. Nog erger is die Jansje, is een rat van fortuin. 100 maanden zwijgen over die pizza's van mijn tuin. Lachen, klappen, 1, 2 op commando. Je honderd deur niet weten, aan Portelaas en Nando. Klap 2, klap 2 van mij, handen op elkaar. 1, 2, hup, zeg geen klap 2, klap 2 van mij, handen op elkaar. All the way from Limbabwe, al 12,5 jaar, Freddy Hoebe! De bejaarde mond uit Casina raad je toe. Was die avond meer dood dan moe? Ja, oma Jan en tante Mie houden het voortaan wel. Gezien. Na de vakantie, dan gaan de oudjes nooit meer toe. Ho! Hey! Hey! Alsjeblieft! Ho! Oh. We gaan even dwijlen. Ja, een t-shirt even van de Pinheads. Go! Ah, sorry voor de Pinheads. We krijgen assistentie bij het volgende nummer van iemand die jullie misschien niet direct van gezicht kennen. Of je moet hardrocker zijn en in de jaren 70 al naar concerten gaan. Maar deze meneer kennen jullie misschien wel van naam. Hij heeft al een aantal platen met ons gemaakt. Hij is onze coach geworden. Hij is degene geweest die als wij in de studio weer eens staan te huilen omdat we die kutpartij niet op de band krijgen, ons stimuleert, ons schopt, ons mentaal ondersteunt en weet ik wat nog meer allemaal. Ja. Zijn naam is Oscar Holleman. Hij is de producer van onze laatste platen. En hij is een fucking coole, heftige gitarist. En hij speelt het volgende nummer mee. Where's the motherfucker? Ladies and gentlemen, Oscar is in the house. Did you hear Watch Me Play? Are you ready? Come on, go! Two time, bro!
Want dat ken ik. Ik sprak even zeg maar onder elkaar, hè? Als ubermensje onder elkaar. Nee. Grapje, grapje, grapje. Daar mogen tegenwoordig weer grapjes over gemaakt worden, zelfs in Amsterdam. Dames en heren, gast. Over mensen die geen grapjes maken, gaan wij een nummer doen. Het is een nummer over dat je jezelf soms gekleineerd voelt door anderen, omdat ze denken dat ze boven je staan, omdat zij denken dat zij een ubermens zijn, omdat zij denken dat zij over jou mogen heersen. We hebben daar ooit een nummer over geschreven en we gaan ze in elkaar doen. Het ene gaat over domme mensen en het andere nummer gaat ook over domme mensen. Het is een samensmelting van uniek en een samensmelting van de Neandertaal. Yeah, and don't dispute.
Zijn we dan de vrijheid in Amsterdam? 12,5 jaar hier in deze tent. Check it. En deze is voor een portier. Ha! Hij flikt er ieder weekend weer. In de vader is kookdoek. Door hij maakt zich meester van een inhoudsloze kop. Ah, yeah. Hij moet zichzelf laten gelden. Daarom slaat hij op. De van de zetten krijgt van zijn gasten. Zij vermijden discussies en zoeken naar de kussie. En zo blijft respect voor hun een illusie. Voor mensen voelt ze zelf nog het meeste pijn, omdat die kakkeleiers nog dezelfde zijn. Check it! Oké. Oh. We hebben het mooiste leven wat er is. Dat denk ik soms als ik na een concert als dit 's avonds in mijn bedje lig. Dan denk ik, we moeten nederig zijn voor dit wat wij met z'n vieren hebben bereikt. En dat doen we. En soms, dan denk ik ook, waarom heb ik het goed? Waarom hebben andere mensen kloten? En dat snap ik dan niet. En dan denk ik toch bij mijn eigen, ik begrijp het niet. Daarover gaat het volgende nummer een beetje. Het heet Nothing's Wrong, Except for Me Falling Apart. Walk with me through the valley of fear.
dank jullie wel. En of iemand maar gewoon een beetje zuurstof kan geven. Ik word oud. Dat is waar. Tijd voor wat rustigs. We gaan het rustig nummer doen. We krijgen daarbij assistentie van een band die laatst op Pinkpop speelde. En het is een van de, volgens mij, als je dan mij vraagt, metalbeloftes van Nederland voor de komende tijd. Ze speelden op Pinkpop en ze heette After Forever. En weet je wat leuk is? Ze is groter dan jij, dan mij, zegt ze. Nou, dank je. Het is niet zo heel moeilijk. Dit is een nummer, een rustig nummer. Het gaat over onze trip naar het voormalig Joegoslavië. Jullie zijn al vaker bij onze concerten geweest. Jullie hebben het verhaal al 1000 keer gehoord. Maar 1 ding wil ik nog vertellen. Ik wil nog vertellen, toen wij in Joegoslavië waren, zei al heel veel mensen tegen mij, mag ik niet met jou mee naar Nederland? Want Nederland, dat is zo'n mooi democratisch land. In Nederland mag je zeggen wat je bent. In Nederland kan je gewoon roepen, fuck the system. En niemand die je voor je kloten schiet. En ik zei, ja, dat is zo. Ik was trots dat ik in zo'n vrij land mocht leven. Na 5 mei kwam 6 mei. En op 6 mei gebeurde er iets waar ik jullie niet mee zal vermoeien, want jullie weten vast al wat dat was. Maar op die dag begon ik na te denken en moest ik terugdenken aan de woorden van die mensen in Joegoslavië. En ik dacht, hey, het kan heel erg dichtbij komen. En daarom is dit nummer niet alleen voor die mensen. Dit nummer is ook voor jullie. Het is dichterbij dan je denkt. Regular day in Bosnia. It's all about peace. We'll be right back.
Saturday night. He tells me about the minefields he has crossed. He tells me about the friends he has lost. It's the same in Kosovo. It's the same in Bosnia. It's the same in Serbia. It's a regular day in Croatia. It's a regular day in Kosovo. It's a regular day in Bosnia. It's a regular day. It's a Pravnica. Respect en dankjewel. Dankjewel. Heideroosjes, mensen, dank jullie wel. Ja. We willen jullie ook niet de hele dag doorzagen over politieke statements. Even in de tijd voor iets rustigs. Ja. Ons tweede cd'tje, uitgebracht door een klein labeltje uit Horst, genaamd Je kunt het zeggen van is van ik ben om. En om, want ik ben bezopen. Ja. Maar je kan ook zeggen, het is hem en hem. Dat is namelijk Limburgs. En dat labeltje brengt een cd'tje uit. En dat cd'tje heet The Choice for the Lost Generation. Hallo, toerist. En daar stond een nummertje op. En dat nummertje, dat heette... Tering. Ik hoor het niet. Spreek mij even toe, waarde discipelen, wat vinden jullie van deze band? Tering! Tering, die verstakken trut! Hey! Je bent echt een vakker, je mag het heen en weer. Vivi moet je trekken, lopen kun je al niet meer. Met je rol en bordjas, je vindt de lark mee. Je wacht nog heen en weer, want ook jouw stond is bruin, daar is die keer op keer. Je rijdt je via panda, dan vind je de min. Je bent een groot vakker, dat zal ik erop ben. Directief is dat het terug! Stop maar met die poeder, heeft steeds meer om te doen. Een loeder is een loeder, met een zonder poel. Nu moet je echt niet denken, dat je allemaal mee. Ik zou je willen schieten, in dat harde been. Ik hoop ook nog als een winst dat wij een nieuw contract kunnen tekenen voordat het aspergeseizoen over is. Dus heel erg veel gefeliciteerd. En nog vele gezonde puntjaar. Ja, dat kan altijd best doen. Okay. Het klinkt als een predictie. Er staan namen op, hè? Ja. Dat is Music Fred weer, die gaat altijd overal achter staan. Ja, altijd hetzelfde. Oh! Fairy Tale Records. Ja, ja, ja. Goed ontbijt. Ja, ja. Deze dacht ik even wel. Ja, ja. Deze is Fred staat trouwens. Fred, zullen we hem vasthouden voor de. We komen er nog twee, hoor. We doen allemaal vasthouden.
Oh ja, allemaal vast al, hè? Wow, we hebben een goede gouden plaat gehad. We willen draaien. Ja, precies, want er zijn er natuurlijk drie. Oh, Marco, iets naar hier. Marco. Oké, okay, nou. Iets draaien. Dit side. Nee, Fred, niet met jou graag. Nee. Nee, Fred. Ja, dat wel. Kost een klein. Dit zit erbij. Nee! Dat gezellig samen klussen. Nou, lekker. Niet aan mijn lips. Als af en toe seks met elkaar. Alweer? Nog steeds, weet je dat allemaal? Ja, de laatste is voor mij nog altijd de favoriet wil. Waarom? Ja, dankjewel. Ja, omdat hij gewoon het beste vindt klinken en ja, voor mij gewoon de heftigste nummers opstaan, de leukste nummers opstaan. Maar ja, ze heeft elke CD zijn eigen. Ja, deze ervaring van opnemen was geweldig, dus wat dat betreft is dit een favoriet. Ja, hier hoe dat we met echt getekende platen naar de drukker gingen van zo moet het worden. Ja, dat werkt zo niet, jongens. Jullie hebben er geen verstand van. Ja, dat klopt. Dat is, ja, weet je wel, alles heeft zijn eigen verhaal wel. En maken jullie de ontwerpen ook zelf? Ja, dit is allemaal nog zelf gedaan. Die ook nog. En vanaf hier hebben we hulp gehad van een afterwerkman. Ja. Maar de rest is allemaal gewoon zelf. Ja. Ja, we zitten er wel altijd bovenop. We zitten overal bovenop. Overal bovenop. Het is als een moeder met haar kinderen. Ze zijn je allemaal even lief. Dat is echt. Ik kwam aan die man op de tour en dacht van ja, hoe kreeg ik dat nou? Die is zo goed en dan wilde ik knippen. Oh ja? Dat was niet een klein. Ben je trots? Ja. Oh, hoi. Ja, ja. Ik moest zelf naar eens komen kijken. Staat je Heideroosjes! Come on! Party! Ik ben er trots op dat hij zelf naar beneden is afgedwaald. Misschien kan hij even crowdsurfend een whisky gaan halen. Ik stel voor dat Jezus gaat crowdsurfen onder toezicht van jullie. Dan spelen wij ons laatste nummer. Doei! We vonden het fijn dat jullie er waren. Ja. Het deed ons goed. Het doet ons goed. Ik wil iedereen bedanken. Ik kan een uur mensen gaan bedanken, maar ik doe het niet. Jullie weten wie jullie zijn. Onze lieve vriendinnetjes die altijd in de schaduw staan. Die altijd, als wij moe zijn en nog seks willen, moeten zeggen nee. We willen vanavond niet, want we slapen al een paar uur. Onze vriendinnetjes die altijd thuis zitten te wachten tot wij weer thuis komen. Deze is voor jullie. Voor alle mensen die ons steunen vanaf het begin. Dankjewel. Sinds 1989 zijn wij bij elkaar. En als je het ons nadoet, mag je terugkomen. Sinds 1989. Dankjewel en tot ziens.
Oké. Jullie moeten even weggaan. Jij moet even weg en jij, jullie moeten even weg. Ik wil niet onaardig zijn tegen jullie, maar ik zeg dat even, jij moet ook weg. Ben jij het stoutste jongetje van de klas? Oh, je hoeft hem niet meteen in de grond in te stampen. Nee, ik zeg namelijk, jullie moeten weg om het volgende. 12,5 jaar wij. Wij staan altijd op de foto's. Wij komen wel eens heel af en toe op de radio. Wij zijn de vier jongens waar jullie, als jullie hier zijn, een goede tijd mee hebben. Maar wij vier kunnen het niet alleen. Wij vier hebben mensen om ons heen die heel erg belangrijk zijn. Ik noemde onze vriendinnen, ik noemde onze ouders. En natuurlijk ook alle zakenpikken die geld aan ons verdienen. Ik zal ze niet noemen. Bedankt dat jullie met ons willen werken. We zijn een moeilijke band, ik weet het. Over jullie ga ik het niet hebben. Ik ga het hebben over de mensen die altijd niet in de spotlight staan. Het gaat over onze crew. Onze crew onder aanvoering van Matje Kramer. Die al jaren een zeer gewaardeerde manager voor ons is. Een steun en toeverlaat. Ik roep ze er even bij, want wij dachten misschien is het leuk als wij even Rodi gaan spelen en zij voor jullie het nummer gaan spelen. Een paar jaar geleden hebben we ze in de maling genomen, toen hadden we crewshirts laten maken en hadden we achterop gezet. Tering, tyfus, stakken crew. Hebben ze een paar jaar mee rondgelopen, vandaag hebben ze ons teruggepakt. Ze hebben er tering, tyfus, stakken band van gemaakt. En zo heeft het weer alles staan. Mag jullie applaus voor onze opper Rodi, the best man in town, loyaal tot op het pot. Dit is Eelco. Dit was Matje, die had ik al voorbesteld. Dit is Erwin, onze lichtman. Hier zit Kai, de knappe en nog vrijgezelle t-shirtman van de Heideroosjes, dames. Wie mis ik? Ronnie, de man van de sound. Hij heeft nieuwe gitaartje omhangen. Ook hij hoort erbij. Rob, de webmaster. Als jullie aanklikken op heideroosjes.com, kom je eerst voorbij hem. Mark, onze tourmanager, het is een Brabander, maar hij is toch wel menselijk. En wie vergeet ik? Ik vergeet vast weer het beste paard van de stal. Zij spelen een nummer van jullie, wat wij zelf niet meer willen spelen. Het heet Punica, onze crew, dames en heren! Okay, Paradiso, here you go.
Je moet nooit geen gel van weet ik veel wat kopen, want dat prikt in je ogen. Die van mij ook. Ongeveer 10 jaar geleden, ongeveer 11 jaar geleden, toen maakten wij ons allereerste plaatje. En we waren een jaar of 17 en dan ben je in de puberteit. Wij zijn dan nooit uitgekomen, maar dat terzijde. Nee, onze de meeste van jullie misschien wel. Oh, wat kom je doen? Nee, dat is van mijn vriendin, jongen. U bent welkom. Dat kennen ze niet in Amsterdam, hoor. Onze behalve de Limburgers. Ah, fijn, ik was een verhaal aan het vertellen.
We waren in de studio, we hadden een beetje tijd over. En we dachten, laten we eens iets geks doen. Er kwam een raar fenomeen op rond die tijd. Het heette New Beat. Het kwam uit Engeland. House. En het kwam ook een beetje uit België. Later werd dat House. En om daar een parodie op te maken, hadden wij een nummer gemaakt. En de 12 jaar daarop volgend, werden wij constant door mensen als jullie aan ons hoofd gezeikt, gezeken en gezokken, ja, om dat nummer te spelen. Ja, flikker op. Maar het was een grapje. En daarom, lieve mensen in Paradiso, we hebben hem één keer stiekem geoefend ergens in Limburg. Maar we gaan hem vandaag één keertje spelen. En ik zou het heel erg fijn vinden, en de mensen bij het RIAG ook, als jullie het daarna nooit meer zouden vragen. Want dit nummer heet... Ik probeer de traumatische ervaring weer op te wekken. Het is er weer. Ze smelten de pasta's. En jullie doen mee, godverdomme. Daar gaat ie. Een jaar of 7 oud, hij had nog geen schaamharen, hij had nog geen echte tanden in zijn mond. En hij sprak de volgende legendarische woorden in dit nummer. En hij is nu hier om ze eenmalig voor jullie te herhalen. Dit is mijn neefje Luke. En dit was wat hij zei. Maar papa, de paasa bestaat toch helemaal niet? Jij valt gewoon uit de baarmoeder een slingerd kuttekind. Als jij die tyfus bent nog één keer ook trekt. Trek het je scrotum af en stel niet van die domme vragen, ja? Godverdomme! Ze smelten de paashaas! Ze smelten de paashaas! Ze smelten de paashaas! Ik denk, ik ga even naar de vetbak, weet je, en zo'n balletje eten. Afijn, ik sta er in de rij en ik word op mijn schouder getikt. Ik draai me om, ik denk, nee, oh nee, het is de paashaas. Oh nee, niet hij weer. Hij kijkt me aan en zegt, ah, wil jij mijn eitjes zien? Ik zeg, ja, yeah, ik wil jij je wel zien. Kom hier met die
en ik ruk het eraf. Het ging van... Ik pak hem bij zijn oren en ik roep, ik ben je moe, kutbeest. Ik slinger hem richting in die vetpot en het ging van... Zo, opgeruimd staat netjes. En voor de laatste keer... Ze smelt eruit een paasa. Ja. Dankjewel. Dankjewel. We hebben nog één nummer. Ja! Het allerlaatste nummer. En ik moet zeggen, zonder ik wil niet slijmen, ik doe het toch. Dit was mooier dan ik en wij hadden kunnen bedenken. Dankjewel jongens. Ons laatste nummer. Het gaat over gelijkheid. Ik zal jullie niet doorzagen met allemaal preken, ook al is het hier een kerk. Het laatste nummer van de eerste plaat. Het heet United Scum. Jullie zijn mooie mensen. Keep the positive spirit alive. Dankjewel Paradiso, tot ziens. Tot over 12,5 jaar. En zo meteen komt het scherm naar beneden. En hebben we nog een paar mensen die iets tegen jullie willen zeggen. En die ook iets tegen ons willen zeggen. Het was ons een waar genoegen. Lieve mensen, ook op het balkon, beste genodigden, dankjewel dat jullie er waren. Hallo. Dat jullie zijn komen kijken waar onze passie ligt, waar ons leven ligt. Dankjewel for being here. Thank you. United Scum! Alrighty!
van mijn zakken. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. En, vonden jullie het leuk? Ik vind het althans fantastisch dat ik er niet bij ben geweest. Bye, tot over 25 jaar. Ja! Yeah. Puzzle on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? Mijn naam is Deuk, ik ben plaatsvervangend commissaris van het gemeentekorps Hellendoorn. En de Heideroosjes hebben mij gevraagd iets over hem te zeggen. Nou, ik wil eigenlijk maar één ding zeggen. Die Heideroosjes komen er in Hellendoorn dus never, nooit meer in. Duidelijk? Oké. Okay. Hoi, ik ben Angelique, de zus van Marco. 12,5 jaar Heideroosjes. Jezus, denken ze mee, man. Ik heb 12,5 jaar het gezeik van Marco aan moeten horen. En jullie koppen hier rommel ook nog, stelletje eikels. Nou, wat pot met dat ding. Echt weg. Hoi, ik ben Sharon van mijn invitation. En ja, ik moest een. Werd mij gevraagd of ik een boodschap wilde inspreken. En ja, ik moet zeggen, sinds ik met hun mee heb gedaan op de plaats, ja, is mijn carrière over. Dus jongens, bedankt, hè. Hey. Ja, hey. Ik heet Leon van Donschot. Ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven over de Heideroosjes samen met Guus Hooghaas en de wanhopige poging de verkoop van de cd's op te krikken. Dat is niet gelukt. Ik vond ze toen ze slecht waren, vond ik ze nog beter. Sindsdien zijn ze ontzettend commercieel geworden, vind ik. En ik zou zeggen, laat de cd's liggen, maar koop vooral het boek. Het boek is nog voorradig. Ruim voorradig, kan ik al zeggen. Ja, 1, 2. Ik ben Kai en ik haat de Heideroosjes vanuit het zwart geblakerste gedeelte van mijn hart. Ik bel hier van 3FM en ja, ik werk bij 3FM, dus heel af en toe draaien we wel eens een plaatje van de Heideroosjes. En dan meestal zo rond mei als Pinkpop er weer aankomt, want ja, ik werk op Pinkpop met Marco en om dan een beetje de banden goed te houden, dan draai je die muziek, ja, hè, een beetje sociale contacten. Maar verder vind ik het ongelooflijk dat ze al 10 jaar bestaan. 12,5 jaar al bestaan, ja. Ja, ach, voor elk wat wils denk ik dan maar, hè. Maar, ja, voor mij hoeft het niet hoor, maar even gang tussen ons. Ik wil even kwijt, de Heideroosjes zijn ontzettend mythisch, ontzettend ja. Politiek correct. Wij kennen ze zeg maar best wel goed, echt het zit hier zeg maar echt lemonings. Hun hart wordt kokend om hun rubbel te hangen. En een beetje laag van de honderden wijken gekookt. Maar skatehomo zijn het, echt, we haten ze. Heideroosjes, fuck you! En een groeten van Peter Pan Speaker ook. En ook van Bartje, die zit er nou niet bij. Ik ben Bartje van Peter Pan en de Heideroosjes die zuigen. Zeker, ik meen het! Goedendag, ik ben Lode en ik moet even zeggen, de Heideroosjes. Ik moet zeggen, mijn mama speelt beter gitaar dan die Marco. Dank u. Wel, dames en heren, wij zijn DJ's Wipneus en Pim. En DJ Pim. En wij hebben. Hoeveel plaat heb jij? Zo'n 30.000. Ik heb ongeveer 20.000 platen, samen hebben we 50.000 platen. En gelukkig zit er geen enkele plaat tussen van de Heideroosjes. Veel plezier. Precies. Ja, ja, oké. Oké, waar. Ik kan, ja. Maar even, hè. Kom op, man. Hallo. Ik ben
zien hoe op de velden. En ja, ik vond de Heideroosjes nooit zoveel aan. De laatste tijd ga ik nog wel eens kijken, want ik ga wel voor de spierballen van de zaal. Oké, waar. Ik kan, ja. Maar even, hè. Kom op, man. Hallo. Hallo, ik ben Emmer Hoelofs, de lichtman van Heideroosjes. En dit is wat ik van Heideroosjes vind. Good band! Goedenavond, dames en heren. Ik ben Bob van I Can Stay en ik ben blij dat ik nu eindelijk eens een keer de kans krijg om de waarheid te zeggen. Jongens, jullie zuigen al 12,5 jaar lang. En ik ben zeer blij dat ik er niet bij ben. En zonder jullie geld, de groeten. Dit is wat ik nog meer van Heideroosjes vind. Dus. Omdat Marco, Fred, Igor en Frank ons al 80 keer afgewezen hebben, hebben we nu maar gekozen voor Eikers Hai. Stel je eikels. Je ziet al begonnen, hè? Ho, ho, ho! Mijn roos zijn kut, man! Dan ga ik verzuipen! Dan ga ik verzuipen! Ja, de kerstman! Hey, fuck you! Rob, ik ben de webmaster van de Heideroosjes en het is gewoon een klote band en dat vind ik al meer dan genoeg. De Heideroosjes voelt persoonlijk, voel je dichtbij waar vooral daar ook in. De leuk mensen zeggen Heideroosjes is waar, ik hoop het nou niet, ik doe wel, dat hij een goede bent. Ik voel echt met zijn godse zon en gewoon. Ik ben een geile haar. Ik ben een kleine haar. Niet zwerg. Ik ben een godse leven. Maak al niet. Ik vind het persoonlijk. Ik vind het beste van een weekend. Ik heb mijn klein mooie. Ik heb mijn enkel blauw. Ik heb mijn buiten de kop en zwaren. En oeh. Kip laat het. De hoofdstukken zitten nu. En ik hem. Opbrengen. Sorry. Heideroosjes zijn stom! Ja, goed zo. Ik ben Bart, hoofdredacteur van de Limburger. De Heideroosjes die kunnen dus echt niet in onze krant, maar wij zijn een fatsoenlijke krant. Oké, 12,5 jaar zeg je? Ja. Nee, dat is niet. Zou je nou even, het is oké, zou je niet over en over denken? Van je leven? Ja. 12,5 jaar van je leven gewoon verspild. Het is niet de tijd voor een kantoorbaan misschien. Ja. Zo, ja. Langzaam maar zeker. Ik heb jullie ook wel zo'n moeite. En ik vind jullie ook echt een beetje eikel, weet je. Ja, het is wel een beetje stoer doen met zwarte pakjes en kist aan. Van dit soort riempjes en kettinkjes. Het is toch helemaal kut, man. Ja, ik ben in Duitsland aan een generatie. Geef nou de nieuwe generatie een beetje de kans. Hoe slaat dat nou? 12 jaar, weet je, 12 jaar. Ja. En we zijn in Duitsland aan het toeren, maar hoe moet je nou tussen die Duitsers, weet je wel? Ja. Zien we jullie in de Tina staan, wat de fuck gek, weet je wel? Wij staan dan aan de jongere bladen ook, maar we gaan niet in de Tina staan, weet je wel? Nee. De Heideroosjes, kom maar. Tina, Heideroosjes, Tina, nee. Nee, dat was ook een tegenval. Jongens, neem een kantoorbaan na 12,5 jaar. Ik ben Stephanie en Mieke en de Heideroosjes is echt kut. Het is mijn dames veel leuker. Ik ben echt zo kut. En ja, hallo, ik ben B.E. van Golden Eagle. Goedenavond allemaal. 12,5 jaar Heideroosjes. Nou, dat is dus ruim 12 jaar te lang en te veel. Maar ik wil er wel jullie fans even een compliment geven. Echt, dat uithoudingsvermogen van die mensen, dat grenst aan het ongelofelijke. En ik wil jullie veel sterkte toewensen in de zware tijden die kunnen aangaan komen. Mijn heer, het gaat u goed. En jullie al meisjes ook allemaal. Tot ziens. Dit was Golden Eagle. En hierop, goedenavond. Ik ben Erik, ik ben eigenlijk gevraagd om iets te gaan vertellen over de Heideroosjes. Maar ja, hierop wil ik eigenlijk hebben over die Roni. Die is jaren geleden uit Friesland langsgekomen en die is blijven plakken. Enorme sukkel. Hey, ik ben Chris, de Belgische plugger van de Heideroosjes. En wat ik van de Heideroosjes vind... Ah!
Ja, maar u laat er niet uit. Heideroosjes, hoe geef ik veel geld in dit daal de laatste 10? Ja, hoor. Principes kosten geld, hè, jongens? Wil knopjes en dingetjes, film als naar boete. Volvo's, Mercedes'en. En aanverwante artikelen. Hebben jullie niet? Er is maar één band in Limburg en dat zijn de Heideroosjes. Niet! 3, 2, 1. Zo, dag lekkere rakkers. Joepie, de poepie! Zeg rakkers, ome Willem zegt altijd maar zo, rira rullen, laat ze allemaal maar. Precies, want de beste groep in town is, ja, iedereen kan zeggen wat hij wil hoor, blijft voor mij, voor ome Willem, de Heideroosjes. Die kleine rakkers, ik ken ze nog toen ze zo waren. Rakkers, voor de Heideroosjes roepen we gewoon, ajoepie, ada, a poepie. Lora racen en nou een lekker potje feesten. Dag rakkers van me, geen camera's. I think to myself, what a wonderful world. Oh. Dankjewel. We hadden ze gevraagd om ons gigantisch af te zeiken. En dat is gelukt. We zien jullie over 25 jaar. We maken een buiging voor jullie. Dankjewel. Tot ziens. Mogen we naar binnen? Ja, jullie wel. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, dark say good night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. Myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.